Hallo, nieuwe boeken, nieuwe kansen. Dit is een nieuwe vlogboek met de volgende titels. Philip Huff, Dagen van Gras, Rasja Peper, Dooi en Frans Kellendonk met Mystiek Lichaam. Het is uh, Robben die de bal uh, misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie, Van Persie. En die komt er de in! De eerste yeah! gedachte bij de titel Dagen van Gras was dat het een boek over voetbal zou zijn. Niet dus. De schrijver Philip Huff refereert met Gras aan de drugswiet aan het platteland. En hij heeft de titel ontleend aan een liedje van Spinvis. Dagen van Gras, dagen van straat. De hoofdpersoon vandaag van Gras is Ben van Deventer. Een jongen van 18 jaar met een voorliefde voor schaken, blowen en muziek. En in het bijzonder de Beatles. Het is een slimme jongen die heel goed bevriend is met zijn buurjongen Tom. Maar na een psychose veroorzaakt door de drugs is hij terechtgekomen in een kliniek. En als lezer krijg je daarvan aan zijn verhaal te horen. Je moet je wel afvragen in hoeverre deze jongen een betrouwbare verteller is. Want hij leidt aan schizofrenie en dat betekent vaak in literatuur, maar ook in films... dat er een personage is dat niet helemaal bestaat. Denk maar aan de film Fight Club. You do not talk about fight club. Geen onaardig boek, maar nergens wordt het echt verrassend of aangrijpend. Beetje jammer is dat de man zich soms laat lezen als een overheidsbroschure tegen drugsgebruik, maar het slot van het boek met lekker vettig ingesmeerde weemoed maakt weer indruk. Het is een makkelijk te lezen boek en Huff gebruikt veel korte zinnen met spreektaal. Zeg maar, gewoon zo. Echt waar. Ja toch? Dat sowieso ja. Weet je wel? Deze spreektaal is logisch, want het is niet voor niets een puber. Maar wel eentje met een foute vriend die hem aanzet tot veel blowen. Opvallend tenslotte is dat er veel wordt verwezen naar muziek. En de liedjes van de Beatles vormen de leidraad hierbij. Al die verwijzingen naar liedjes kun je leuk vinden of je vindt ze hartstikke irritant. Voor mijzelf zorgen die liedjes ervoor dat de metafoor en de thematiek er iets te dik bovenop ligt. Rasje Paper was het pseudoniem van de vorig jaar overleden schrijfster Janneke Strijland. Een schrijfster die uitblonk in korte verhalen en novellen. En een van die novellen is Doi, dat 15 jaar geleden verscheen. De hoofdpersoon is Ruben Saros, een vertaler van beroep. En Ruben heeft een probleem. Hij zit met zijn boot vastgevroren op het IJsselmeer en moet wachten totdat het gaat dooien. Nou ja, een probleem. Ruben lijkt helemaal niet zo heel erg te vinden. En hij vindt het wel lekker om al moedersiel alleen op een boot te zitten, terwijl hij af en toe per telefoon contact heeft met zijn vrouw Ina. Eenzame mannen hebben eenzame verlangens en hij wordt dan op zijn wenken bediend op het moment dat er een aantrekkelijk meisje langs komt schaatsen en met hem aan de praat raakt. Ze belooft nog eens terug te komen, maar dan moet het natuurlijk niet gaan dooien. De novelle van Peper is lange tijd vrij realistisch en zit redelijk dichtgetimmerd met symboliek. Op het einde blijkt dat realisme om te slaan in een meer fantasierijk geheel en gebeuren er onverwachte dingen. Verwacht nou geen heel spannend verhaal, want het gaat tenslotte over een man van in de vijftig die vast zit op een boot, wacht tot het gaat dooien en ondertussen een boek aan het vertalen is. En dat is nou niet echt de basis voor een heuse page-turner met cliffhangers. Nee, dit is een aardig verhaal, makkelijk en kort, dus snel te lezen, dat het vooral moet hebben van veel symboliek. Een anekdote is Vrouw vol details waar je wellicht later nog eens aan terugdenkt als je het hebt uitgelezen. Bijvoorbeeld wanneer het in Nederland weer eens gaat Vriezen. Een mystiek lichaam: hoe zou dat er eigenlijk uitzien? Niet zo. Ook niet zo. En zeker niet zo. Geef van alle, want de titel van dit boek van Frans Kellendonk verwijst naar een symbolisch lichaam, namelijk dat van een grote religieuze, voornamelijk christelijke gemeenschap. En dat lichaam is aan het aftakelen. Um, hebben we hier eigenlijk te maken met een lastig boek? Ja, maar niet zo lastig, maar zo lastig. Maar geen paniek, haal rustig adem. Ik bespreek het boek gewoon. Van de auteur Frans Kellendonk zijn een aantal dingen belangrijk om te weten. Hij was een veelbelovend schrijver, maar hij is heel jong gestorven aan de gevolgen van aids. Hij was homoseksueel en zijn bekendste werk, Mystiek Lichaam, kwam in opspraak vanwege homofobisme. Zeg ik nou homofobisme? Mystiek lichaam kwam in opspraak wegen antisemitisme en homofobie, maar werd tegelijkertijd bekroond met de Ferdinand Bordewijkprijs. In het boek waarvan de volledige titel luidt Mystiek lichaam een geschiedenis, maken we kennis met een familie. Ten eerste hebben we Gijzelhart, een oude vrek die altijd uit is op handel. Je zou hem kunnen zien als een literaire variant van Dagobert Duck Vervolgens hebben we Magda, ook al Prul genoemd, en zij is de dochter van Gijzelhard. Ze is zwanger en haar vriend met de toepasselijke naam Pechman is zojuist bij zijn werk ontslagen. Ten slotte hebben we nog de broer van Prul, die leenderd heet, maar gewoon broer wordt genoemd. Hij woont in New York, handelt in kunst en is in feite de hoofdpersoon van dit verhaal. Zijn belangrijkste inzicht in het boek is dat zijn homoseksualiteit ervoor zorgt dat hij zich niet net als Prul zal voortplanten. En dus geen bijdrage levert aan de geschiedenis van de mensheid. Mannen en vrouwen hebben samen het verbond van God met zijn volk. Daarvan kon ik geen deelgenoot zijn. Het boek zit vol ironie. Veel beeldspraak, moeilijke woorden, rare gebeurtenissen. En de personages zijn meer karikaturen dan echte mensen. Dus echt inleven lukt niet. Want uh, wie iets herkent, die uh, veronderstelt ook alles wat hij leest als bekend. En dat wil ik juist niet. Ik wil dat een lezer nadenkt over wat hij. Uh, uh... Uh, voorgeschoteld krijgt door een schrijver. Je snapt dat dit boek een uitdaging is en je moet er tegen kunnen dat je het boek wellicht niet helemaal zult snappen. Maar dat betekent niet dat het geen intrigerend boek is. Het boek is een allegorie, oftewel een metafoor van het leven. En met thema's als homoseksualiteit, jodendom, de tegenstelling tussen man en vrouw en familie is er genoeg om over na te denken. Over de zin van het bestaan en over de zin om je te laten uitdagen door een bloedirritant, maar bijzonder boek als deze.